bekende Nederlander, maar wie? Ouder van een bekende Nederlander zijn. Oké. Envelop. Waar gaan we naartoe? Rotterdam. Rotterdam. Oké. We gaan naar Rotterdam, joh. Hey, welke bekende Nederlander ken jij die uit Rotterdam komt? Jules Deelder. Komt uit Rotterdam? Ja, Die weet ik. Voetballer. Elja Woods of El... Hoe heet die nou? Jennifer, hele zinnen. Dit schiet gewoon niet op. Kom op, ik ben aan het gokken. Nou, laat die foto zien. Het is dit? Ik denk dat we wel met een jongen Ze doet me wel denken aan Albert Verlinde, maar dat kan niet. Nou, kom, we gaan rijden, anders komen we te laat. Heeft die kroon er misschien iets mee te maken? Van, goh, je hebt gewonnen, ik zet die kroon ook even op. Oh, een Miss Holland of zo. Ja. Dit is echt iemand die is opgegroeid in een gezellig huis met zo'n moeder. Gezellig, kom erbij. Oh, had jij dat thuis? Bij mij thuis was het ook oké. Alleen ik had wel vaak op zondag van wie is die man die dat vlees snijdt. Nee, dat valt ook wel weer mee. Mijn moeder is wel zorgzaam en sociaal en heel erg van het gezin. Jij? Nee, ik helemaal niet. Je hebt nooit een opvoeding gehad? Nee. Och, kom, schiet nu even. Een paar der namen. Precies. Ik zit gewoon met die neus. Ik zit echt met die neus. Laat die neus gaan! Kijk naar die ogen. Ankie van Gunsve. Nee. Nee, die is net zo oud. Hè? Oh ja. Oh, we zijn er. Ja, dit is hem. Het is een flat, hè? Okay. Waarom heb jij je logeertas meteen meegenomen? Als het nou een leuke gozer is, blijf ik bij mijn schoonmama. Hier is het. Hi. Hallo! Zevende verdieping! Ja! Hoorde je dat? Het was echt zevende verdieping! Hallo! Ik weet het! Echt? Is het niet? Oh, laten we eerst naar binnen gaan. Kan je gelijk ook het mooie uitzicht zien? Wat gaaf! Oh, dit is echt heel mooi. Ja, zit je pas echt Rotterdamse. Ik wil even weten, is uw kind hier opgegroeid? Nee. En die kroon heeft niks met uw kind te maken? Ja, heeft wel met haar te maken. Wel. Dan is het een. Dan is moet het een mis. Een model zijn. Een mis. Zitten we goed? Ik weet ineens wie het is! Ik weet ineens wie het is! Jessie! Jessie! Ja. Van Expeditie Robinson. Ja? Ja! Jessie Jazz groeit op in Rotterdam en verhuist tijdens haar middelbare schooltijd naar het dorpje Delfgauw. Als ze net 16 is, werkt ze 3 maanden als model in Istanbul en in 2015 wordt ze verkozen tot Miss Nederland. Ook was Jessie te zien in Expeditie Robinson 2016. Momenteel werkt de 22-jarige model als presentatrice en zet ze zich in voor verschillende goede doelen. Is je dochter ook zo gezellig verwend met al die nootjes en hapjes en drankjes? Tuurlijk! Maar kijk, wel een gezonde schotel, anders kan je nooit een model of een mis worden. Oh, inderdaad. Hoe was ze als kind? Was ze al echt een model-like? Dus stond ze uren voor de spiegel? Liep ze door de kamer met een modelpasje. Zoals als klein meisje was er, hè, dan had je bij bijvoorbeeld H&M had je video's. Dan kon je kindertjes konden daar zitten en dan konden je ouders kleding zoeken. En Jess was wel al gelijk van toen ze 2 of 2,5 was al zelf kleding uitzoeken. En dan ook nog de juiste handschoentjes en dingetjes. Mm-hmm. Heel duur smaak had ze ook altijd, als kind eigenlijk al. Maar dat kan ook dat ze dus iets met mode was gaan doen of zo. Ja, maar dat zat er dan ook weer niet in. Nee. En later, het is wel een buitenkind geweest. Dus heel veel buiten gespeeld, heel veel verkleedpartijen vond ze altijd heel leuk. Had u ooit verwacht, toen u dat lieve babytje in uw armen had, van nou, dit wordt Miss Nederland? Als ze later groot is. Nou ja, niet zozeer Miss Nederland, maar je hebt voor jezelf wel het gevoel dat het een bijzonder kind is. Heel mooi en heel... Heeft u foto? Ja, foto. Ik even zien. Oké, nou krijg ik... Oh ja, maar echt zo'n plaatje. Ja, nou hier niet zo. Nee, hoor. Nee, ik vind het ook een beetje lelijke baby. Ja, we moeten wel eerlijk blijven. Ja. Moederliefde is groot, maar af en toe moeten wij wel objectief dingen kijken. U mag er ook zijn, hoor. Nou, dank je.
Ja. Oh. Is zij hier geboren? Nee. Nee. In Rotterdam en opgegroeid in Kralingen eigenlijk. School gegaan in het centrum van Rotterdam. En haar vader? Is er ook een man des huizes? Nou, de man des huizes, daar ben ik 2 jaar geleden mee getrouwd. Oh, maar okay. Dat is niet de vader van Jessie? Nee, dat is die vader dan. In officiële zin. Toen had u een dochter en toen dacht u, weet je wat, ik noem haar Jessie Jess. In Café Pol draaide ze een nummer en dat nummer heette Jessie. Het is trouwens niet het meest positieve nummer. Dat je maar toen was u dus in de kroeg hoogzwanger, ja. En toen hoorde u dit nummer en toen, ja, werd u sentimenteel en toen dacht u, hé. Hey. Mooi. En dan dus maar, Jessie en nog jazz. Ja, jazz. En deze muziekstijl was acid jazz. En dat zag ik op het album staan. En toen dacht ik, Jessie, jazz. Want ik vond Jessie toch een beetje kaal. En wat hoopt u nou voor haar in de toekomst? Ik hoop dat ze gewoon gelukkig is. Self-supporting, onafhankelijke, jonge vrouw die het naar de zin heeft. En zo simpel is het. Ja, ik geef dat cadeautje. Hé, een lunch. Nou, dit doe ik met mijn dochter. Ja, gezellig. Leuk. Nou, moeders. Ja. Bedankt voor de gastvrijheid. Doeg. Goeie reis naar huis. Dank u.